We zijn al op onze eerste stopplek. Twee uur gereden. Ja, en wij zijn dus onderweg naar Zweden. Dit is deel 1 van onze grote tour door Zuid-Zweden. En we hebben nog geen file gehad. Alles gaat lekker. Alles gaat op zijn gemakje. We kunnen lekker doorrijden overal. Heerlijk. Ja. En dan op zaterdagochtend. Ja. We hebben zo gepland dat we op zondag door Hamburg heen gaan. En dan gaan we hopelijk zondag ook in Denemarken uitkomen. En dan doen we op maandag pakken we de twee bruggen. En waar we dan uitkomen, ik heb geen idee. We hebben eigenlijk deze keer niets gepland. We hebben een route, maar of we die route ook gaan rijden. We hebben wat highlights hebben gemaakt. Dit moeten we zien, dat zijn plekjes. Maar ik weet niet of... Deze ziet een hondje. Ja. Ik weet alleen niet of dat we dat gaan redden. En dus deze hele serie gaat eigenlijk, denk ik, gewoon puur toevalligheden bij elkaar zijn. Super mooie plekken hopen we te gaan zien. En we hopen gewoon echt de Zweden plekken te vinden. We gaan er gewoon van genieten. Ja, rustig aan. Nou, nog heel even rustig nog. Klein beetje drinken moet ik nog hebben. En dan gaan we nog een keer 2,5 uur rijden, denk ik. Hè? En dan zijn we tussen Hannover en Hamburg. En daar heb ik een, gewoon op goed geluk via Park van Night deze keer een plek gekozen. En ik hoop dat daar de plek is. En dan hopen we daar vanavond te kunnen slapen. Morgen weg, verder. We hopen dat we er rond tussen 4,5 en 5 uur zijn. Kijk of dat lukt. Het zal al 5 uur worden, denk ik. Doe het rustig aan. Ja. Je gaat hier af, ja, dat was er eentje te vroeg. Dus we hebben 60 kilometer omgereden, maar dat is niet erg. Nee joh. We hebben vakantie, dus dat maakt niet uit. Komen wel, hè? Ja, je wil komen, zeker. En nu moeten we nog een uurtje. Ja, en dan vinden we het toch wel echt wel genoeg. Dan hebben we in totaal 4,5 uur gereden. Dan is het wel genoeg geweest. Ja, dan zijn we ergens tussen Hannover en Hamburg. En dan zoeken we een slaapplekje. Ja. Ik heb geen idee waar trouwens. Ik ook niet, dus dit keer is het een... vakantie vol verrassingen, denk ik. Avonturen hoor. Oh ja, avontuur. Daar zit ik dan. Op mijn heerlijk plekje hier in Duitsland bij Muiden, volgens mij heet het zo. Of Muiden, daar vraag ik het echt van Dennis. Die heeft ondertussen de wc weer gemaakt, want die bromde weer. Tenminste, het water dingetje. Oh, het was niet het wc. Nou, nee, het was gewoon een pompje. Het pompje. Het pompje van het water en die bleef lopen. Ja. Maar Muiden was het toch, of Muiden? Muiden. Muiden in Duitsland. In Fussberg. Vesberg. Ja. Vesberg. Maar het is een beetje rustig langs de doorgaande weg. Maar het is een mooi plekje. Mooi op het gras, hè? Ja. Ik zal zo eventjes laten zien waar we precies staan. Dit is het plekje waar we dan vannacht gaan staan. Mooi rustig plekje. We staan met een andere camper, maar die staat dus daar achter die bosjes, dus die zie je niet. Het zijn in totaal vier plekken. Dit is volgens mij de grootste plek, want dat staat er op de plattegrond. Hier is één plek. Dan hebben we hier een plek, daar staan wij dan. Naast ons is nog vrij. Dat is ook een plek. En dan hebben we de plek achter het bosje. Als je goed kijkt, kun je nog een heel klein beetje zien van de neus van de camper. En die mensen zitten nu buiten, dus die gaan we nu natuurlijk niet storen. Daar kun je, als het goed is, de wc reinigen en water inslaan. Je kunt er alleen niet lozen.
En daar loop ik straks nog wel even naartoe. Ik had beloofd om jullie even iets te laten zien over hoe je binnenkomt hier zo. Dus dat ga ik even doen. Nou zie ik toevallig dat de mensen ook weg zijn. Wat ik net vertelde over de vier plekken die hier zijn. Nou, even nog een keer. Draai even het scherm. Dus dat is één plek. Wij staan ook op een plek. Naast ons is een plek. En dan hebben we hier nog een plek. En vier plekken, dat zijn vier ruime plekken die er zijn. En het kost 8 euro, heb ik me laten vertellen. Dus dat valt best wel mee. Ik ga eventjes naar voren lopen en dan zie ik jullie zo. Dit is dus het beginpunt van de camperplek. Hartstikke mooi. Erg netjes. Hier hebben we de informatie wat je allemaal kunt doen. En hier kun je dus zien de woonpulstraten. En dan zei Dennis net tegen mij, je kunt dat daar en daar zien, hoeveel plekken er zijn. Ja. Niet hier. Oh, loop ik helemaal langs. Kijk. Hier, zie je, dit zijn dus de vier plekken. Nou, wij staan dus op plekje nummertje 3. En ruime plekken. Dat is dus de bedoeling. Dus niet langs de kant van de weg. Dat is dus niet bedoeld. Dat is dus alleen maar om even te lozen of even te wachten of een tussenstop te maken. Verder is er één vuilnisbak. De vuilnisbak die staat bij het picknicktafeltje. Vlak bij het picknicktafeltje. Daar lopen we ook even doen. Eigenlijk veel te weinig vind ik zelf. Want het zit nu al vol. Daar kun je hem wel zien. Oh, loop net voorbij. Kijk, dat is de vuilnisbak. Netjes, wel overal zitjes en het is hartstikke schoon. En ze hebben hier ook een fietsroute. Nou, je kunt je lol op als je hier wil fietsen. Want ze hebben een donkergroen, lichtgroen en ja, van allerlei soorten kleuren groen. Hartstikke leuk. Staat ook bij van welke route je er kan lopen. Hartstikke mooi. Verder is er ook nog een wandelroute. Nou, die wandelroute is ook een hele kaart. Waar je dus behoorlijk kan parkeren en lekker kunt wandelen. En allemaal punten wat je kunt zien. En dan hebben we volgens mij ook nog een beetje geschiedenis. En dat is op dit bord. Uw geschiedenis. Ik ben dus niet zo goed in Duits. Dus het kan goed zo zijn dat dat helemaal niet zo waar is. Maar ja. Daar ga ik vanuit. Oh, dan zien jullie mij niet. Oh, dus het kan helemaal niet goed zijn dat het niet waar is. Maar ik zie allemaal mensen erop staan. En ja, net wat ik zeg, mijn Duits is niet zo goed. Dus ik kan het niet heel goed lezen. Oh ja, ik was nog één dingetje vergeten. Er staat een bord. Hunde bitten einleinen. Dus dat wil zeggen, zoals iedereen het al weet, wel aan de riem en niet los laten lopen. Is ook niet verstandig, want het is een hele drukke weg. Zoals je achter mij al kan zien. Dit is de weg. Nou, en daar rijden echt veel auto's. Dus ik zou het niet adviseren om je hond hier los te laten. Er is ook namelijk geen afscheiding. Dus ga je met het balletje gooien en je gooit iets te wijd. Dan kunnen er vervelende dingen gebeuren. Dus niet doen. Ik loop nu langzaam weer naar de camper toe. Ga even een kopje koffie drinken. Dennis zei dat er misschien nog een meertje hier dichtbij bij is. Dus ik denk dat we dat maar even gaan doen. Even koffie drinken en dan toch nog een stukje lopen. En dan vanavond vroeg het bed in. Want ja, we moeten morgen toch weer een stuk rijden. Maar we hebben vakantie, dus dat maakt niet uit. Onder het mom van nu we er toch zijn. Ik kijk even op Google Maps en het schijnt dus dat de straat oversteken bij de camperplek en dan een stukje straat inlopen, schijnt je bij meer uit te komen. Ja, we hebben de koffie maar niet laten staan, want ja, dat had ik gezegd, we gaan eerst koffie drinken. Oh, je had gezegd koffie drinken. Maar dat hebben we nog niet gedaan. Nee, dat gaan we nog doen. Het weer verandert een beetje, ik denk van nou, dat gaan we nu maar even. Ja. Nu is het lekker. Toch? Ja. Ik vind het lekker. Een lopen stukje en dan zien we wel waar we uitkomen. Ja.
Nou, dat was eigenlijk best wel een verrassend leuke wandeling. We zijn weer terug. Nu binnen, aan de koffie. Het is een beetje, wat is het nou? 8:30. Zon is weg aan het gaan. Ik zit nu wel aan de koffie. En ze zit nou aan de koffie. Lekker rustig aan. Vroeg naar bed toe. Morgen vroeg op. En dan heb ik een plekje gevonden in Denemarken. Vlak voor de eerste brug, als het goed is. Geen idee of ik ga redden. Het is ook een uurtje 4 rijden vanaf hier. En als het weer zo is als vandaag. Als de verkeer zo is als vandaag. Wordt het best een leuke rit morgen. Goedemorgen. Nog steeds mooi weer. Lekker droog. Hebben geluk. Nou, wij hebben lekker geslapen trouwens. Hier was opvallend rustig. Er loopt een weg langs, maar nee, niks. We hebben in Muiden gestaan hier op een camperplek Voesberg. Kost 8 euro. Dat moet je trouwens met PayPal betalen of in het raadhuis als het open is. Dus dat was nieuw voor mij. Ik heb PayPal betaald. En de verzorging is gratis. Dus daar gaan we zo meteen even doen. Even lozen, even toilet legen en wat water inslaan. Dan zijn we helemaal klaar voor het gebruik weer. En we gaan nu een volgend stuk doen. We gaan nu naar Denemarken toe. Ik heb een bed and breakfast gevonden. Vlak voor de eerste brug. En dat schijnt een hele mooie plek te zijn. En vanaf hier is dat 4 uurtjes rijden. En met TW gaat dat heel erg leuk worden, denk ik. Dus alles inpakken, even verzorgen. Netjes nu even bed top maken. En dan gaan we naar Denemarken. En we staan toch in de file. Het is niet een hele grote. Het heeft weer te maken met het in- en uitvoerend verkeer en met die wegversmalling. Die kunnen jullie daar wel zien. Nancy is weer een heel erg lekker broodje aan het maken voor onderweg. We zijn even gestopt. We zitten nu halverwege tussen Hamburg en Flensburg volgens mij. En ja, we hebben toch file gehad net voor die tunnel in Hamburg. Was daar wel heel erg druk. En ik zeg tegen Nancy ook, toch wel blij dat we op zondagochtend zijn gaan rijden. Want hoe druk is het op andere dagen? Er rijdt geen vrachtverkeer nu, dat scheelt natuurlijk een stuk. Dus wij hebben even nu pauze. We moeten nu nog 2:20 ongeveer. En dan zijn we ergens in Denemarken bij een bed and breakfast die ik heb ingesteld. Het schijnt een mooie plek te zijn. Het is nog steeds droog gelukkig. Maar nou eerst even happen. En we staan weer in de file, maar dit keer voor de grensovergang naar Denemarken. Ja, wat ik heel bijzonder vind, moet ik eerlijk zeggen. Ja, moet ik wel bij zeggen. We hebben er wel iets langer over gedaan. Want we hebben nou echt wel file in file gereden. Ja, vanaf... Vanaf Hamburg eigenlijk, want het was best wel veel. Ja. Voor Flensburg, bij Flensburg, net na Flensburg, vooral Flensburg dus. Dus we wachten er heel eventjes af. En ik denk, ja, ik zie de vlag al, zie ik al hangen van Zweden, van Denemarken. Dus ik ben benieuwd of wij controle krijgen of dat we zo door mogen rijden. Ja, we hebben toch niks bij, zei ze net al dus. Ja, nee, ik heb wel iets bij. En we rijden weer. In Denemarken? Ja. We hebben geen controle gehad of we zo doorrijden. En wat me opvalt, hè? Ja, dat val je op. De laatste keer was het ook het waait altijd hard in Denemarken. Het leek net echt alsof de wind begon met de grens. Ik voelde het helemaal waaien. Ja, een onzin. Maar goed. Weer een stuk verder. Nu nog 1,5 uur rijden en dan zijn we er. Ja, ik vind het wel genoeg. Dan zijn we weer op de plaats van de overnachting. Dus ja. Rijden! Zeker! En we zien het vlaggetje al op de kaart. Onze eindbestemming. Ja, we hebben er ook zin in om te stoppen. Ik heb zin om te stoppen, ja. Dat is een goede antwoord. Veel te lang bezig. Niks voor ons, hè, zo doorrijden. We zijn ook weer 6 uur hebben we erover gedaan. Hè? We zijn om 11 uur vertrokken. Half 11, 11 uur. Ja. 4:45. Ja. En het zou maar de rit zijn van 4 uur. Ja. Allemaal jullie horen stomme files. Ja. Ja. Maar goed, hier hebben we geen file meer. En ook geen regen meer. Het ruimt er. Oh ja, regen hebben we ook al gehad. Buien, laat ik dat zo zeggen. Ja, wel boeien. Ja, wel goede buien. En ik zie daar in de verte volgens mij ook weer een regen aankomen, Dennis. Ja, maar die slaan we over. Ja. Dus nog even wachten, hoe lang moeten we nog rijden? 46 kilometer. Ah, nou, nog een half uurtje.
Hier, ik ook. Ik ben heel benieuwd. Na een tocht van, wat was het Nancy, 6 uurtjes? Ongeveer, ja. Ongeveer 6 uurtjes zijn we toch aangekomen op onze camperplek die ik had ingevuld. Het was maar 4 uurtjes rijden gaf, ja, maar we hebben onderweg toch echt tussen Hamburg en de Deense grens, zeg maar zo'n beetje, heel erg veel opstopping gehad. En slecht weer trouwens ook, echt heel veel regen. Maar ja, we zijn er, een mooie plek, ik zal het zo even laten zien. Dit is gewoon oprijden, zet maar neer, gooi maar wat geld in die brievenbus erachter. En het is goed, er is plek voor, ik denk wel 30 campers hier. Plek zat. En ik moet even spieken, want ik weet echt niet in mijn hoofd, ik heb hier opgeschreven. Want die plek, die heet hier in Gavensgaarden in Boven. Zoals was toch? Bovende. Bovense. En Bovense. Denemarken, ik ben niet zo goed in Deens. Echt de moeite waard bij een B&B, dus er zit ook allemaal een Nederlands nummer, zie ik trouwens staan. En het is, ja, voor de B&B. 10 euro per nacht? Ja, je mag zelf kiezen, toch? Ja, maar meestal gebruiken ze 10 euro per nacht. En moet je het in de brievenbus gooien. En de brievenbus gooien, gewoon contanten, in euro's trouwens in Denemarken. En dit is op 5 minuten afstand van de eerste brug. Het is echt vanaf hier op, snelweg op, eerste brug en Klaaskees. Dan hoeft mensen niet langs snelweg te slapen. Ik vind het wel top. En we komen net aan op de plek en ik word meteen gepikkerd door iets. Ik weet niet wat het was, een mug of een zandvlieg of weet ik veel wat. Maar in ieder geval, hij heeft me te pakken. En ik liet je dit ding net even zien. Nou, dat hebben we van de week gekocht, Beurer. Dit is dus als je wordt gepikt. En dat is een heel klein keramisch plaatje wat hier zit. En het wordt gloeiend heet. 6 seconden lang, of 3 seconden geloof ik. En het doet even pijn. Maar dan is het ook gewoon over. Dan doet het niet meer jeuken. Dus ik ga het toch eens even doen, want het werkt perfect trouwens. Hoor, tegen muggenbult en dat soort dingen. Zo aan. Batterijtje op, ding erop. En dan gaat hij. Dan hoef je niks te doen. Het is echt... pijnlijk, eerlijk gezegd, wel pijnlijk. Heel even en klaar. En dan is het klaar. En nou, inderdaad, het jeukt echt niet meer. En de dikheid gaat ook weg. Ik ben er wel blij mee. We hebben hier een geweldige nacht gehad, moet ik eerlijk zeggen. Het was rustiger dan verwacht, want in de buurt is toch wel een weg, maar er rijdt dus echt niemand overheen. En het was gewoon heel erg rustig op de camperplek. Vandaag gaan we de brug over. Vandaag gaan we Zweden in. We zitten hier 5 minuten van de eerste brug. Dan rijden we naar, dan gaan we dus de brug over. Dan gaan we naar Kopenhagen, daar pakken we de tweede brug, naar Malmö. En dan zien we wel, dan zitten we in Zweden. Dus we gaan ons zelf nu voorbereiden voor de reis. We gaan even alles inpakken, even afrekenen hier in een envelopje. En dan gaan we de brug over. We zijn weer onderweg. Hebben we heerlijk geslapen, zoals Dennis al vertelde. En nu op naar de bruggen. De eerste. De eerste brug. Het is ongeveer 11 kilometer van de camperplek waar we vandaan komen. Dus we zijn benieuwd. Kijk, daar is de brug. Oh mijn god zeg. Dat is een klein brug. Dat is een flinke brug, ja. Dat is leuk. Ah, maar die is toch niet zo eng? Het is de eerste pas, hè? Nee. Nou. Die kant doen we weer witte terug. Daar gaan we. We gaan er overheen. Het is wel heel mooi. Het is niet zo helder nou buiten, maar echt, je kunt toch nog veel ver kijken. Aan die kant zie je zo'n schip varen. In de zon. Ja. Wel mooi om te zien. Ja, we rijden op de brug en ik moet zeggen, ik was een beetje angstig
voor, maar het valt best wel mee eigenlijk. Tenminste, voor deze brug dan. Deze is dan 90 kilometer, zei Dennis. Maar ja, mooi uitzicht. Echt. Ik vind het mooi. Het is gewoon de afsluitdijk, zeg maar. Hele ervaring is dit. Leuk. Nou, ik ga weer even genieten van het uitzicht. Spenze! Woehoe! Nou, we staan er. En we pakken blauw. Ja. Want we betalen met de pinpas. Het is best druk, maar het maakt niet uit. Ah, wat valt best mee eigenlijk. Valt mee, joh. Ja. Zijn je allemaal voor ons, sta je in de file? Nee, joh, valt best mee. We zijn even gestopt bij de Lidl. Deze moet even wat boodschapjes doen voor de volgende stukje wat we gaan doen. We hebben eigenlijk wel alles bij ons, maar ja, we willen wat water inslaan. En dat kan goed bij de Lidl. En ja, ik blijf dan in de camper natuurlijk, want ja, deze zit in de auto en dat vind ik zielig. Zo simpel is het gewoon. En het is ook een stuk veiliger om iemand in de camper te hebben natuurlijk. Of zo'n parkeerplek bij een supermarkt. Ik ga zo meteen ook even tanken. Ik zag dat hier de diesel ongeveer 30 cent goedkoper was dan net over de grens hier in Zweden. Dus we zijn nog in Denemarken en dan pak ik hier achter me. Is ook een benzinepomp, ga ik even tanken. En hoe toevallig, dat heet de Unox. Ik wist niet dat ik bij Unox ook benzine kon krijgen. Ik dacht alleen maar rookworsten. We gaan op naar de brug. Volgens mij is het eerst een tunnel, toch? Ik heb geen idee. We gaan het zien hier. Geen idee. In ieder geval, het regen is weer gestopt. De zon is weer aan schijnen. Het is weer lekker warm hier in de camper. Meteen, hè? Ja. Het was net 14 graden buiten, nu is het 20 alweer. Ja. En die gaan we inderdaad een tunnel in. Het kan ook zo zijn dat ik last heb van opvliegen, maar ik heb het super heet. Ha, oh, goed. Wil een tunnel in? Stop voor Blink, staat er. En? Het is nog steeds droog. Oh, wat een regen. Ah, bijna de zon weer. Daar klaar het over. Ja, dat is goed. Daar klaar het over. Deze kronen. Ja, dat zag ik, ja. Inderdaad, 980. Ik heb geen idee hoe dat was. Het klinkt al heel veel geld. Ja. Je pascontrole, maar ze doen niet echt controle. Nee, we hebben geen pascontrole. Maar wel een flinke druppel. Hoppakee. Nou, we gaan. Zweden. We zijn er. Zweden. Here we come. Here we are. Oh, but here we are, ja.
En daar zijn we weer. We hebben de camper weer neergezet. We staan op een mooi plekje, vind ik zelf, of niet eens? Echt wel? Ja, we staan op het kampeerterrein. Ja, kampeerterrein. Op een camperkampeerterrein van het Nostalgia Museum in... Weet je het ook weer? Ik heb het opgeschreven. Tommelilla. Tommelilla. Ja, in Tommelilla. Hier is een jaren 50 museum. En daar hebben ze dus dit bij gedaan. En hier kun je dus ook je water kwijt. Water inslaan, toiletten, douchen. Naar de wc. Er is stroom als je wil. Wij hebben het niet, maar het kan. En het is vlakbij die soort, wat heet het, Stonehenge-achtig van Zweden. Ja, bij die steen. Dat is hier 20 minuten vandaan. Maar daar gaan we morgen naartoe. Ja, want we gaan nu helemaal in Zweden. Hier gaat het voor ons echt beginnen. Hier begint onze vakantie. Dus dit was deel 1 van onze Tour Zweden. We zijn er. Wat hier gaat komen, we weten nog niet. Dan gaan we in deel 2 gaan we even kijken waar we heen gaan en wat we gaan doen. Ja. En mijn verjaardag vieren, want ik ben morgen jarig. En dan gaan we beginnen met die stenen kijken, denk ik daar. Ja, want ik heb geen gebak. Je hebt, hoef ik niet. Dat is allemaal niet nodig. We gaan gewoon die kant op, ja. En we gaan gewoon kijken. Nou, vond je deel 1 leuk? Duimpje. En abonneer je, want dan ga je echt niks missen van de rest van de delen. Nee. En we zien jullie snel weer. Zeker weten. Doeg. Doei.